De jeugd had de toekomst bij KNKB mede. Nederlandse kampioenschap meisjesafdeling in Pinjem. 125 jaar bestaande keersvereniging Jong Rijdsma uit Pinjem. Vandaar de jubileumwedstrijd de NK meisjesafdeling. 4 per toeren op de list. En de eerste omloop wint Workum van Exmara. Drorriep van Marlussus. Makkem van Bolsward. Drorriep Ien van Stienjes. Setanne van Weesem, Wijngeertje en Tjom en Svolsgeren die wint van Jessem. Op het tweede list Ientje en Fjouwer, Workum en Riep. Spannende partij, 4-2 uit Alex wint het duur van Workum. 6 zoon, Makkum en Riep, Ien. Ja, de twee icoonshebbers, 4-2 wint uit Alex het duur van Makkum. Ja, dat we begonnen sterk, 3-0 voor. Toen kwamen ze weer om aan fouten. Toen pakten wij de 4-2. Nou, toen dachten we van nou moeten we trots zetten op naar de 4 boden. Maar het gebeurt net, we matchen de volle fouten. Nou, dan komen we op de 4-4 achter. Sois, krijg een mooie bal, die met boven. En het gebeurt net, komt een keert. Nou, en die wie net 4 genoeg. Dus die sloeg makkelijk voorbij. Ja. Hoe zie je dan waarom op deze verlende partij? Nou, ik vind het zoer, want we het hier net hoeven. We begonnen sterk en we het net erop pakt. Jochen Tjen Tolve, Setanne Tjen Gwaiengeer. Daar wint Gwaiengeer maar 4-2. In de hele finale Tretjen Tjen Inje Volsgeren Tjen Workum. En daar is Workum, Nienke Kuperes Gerde, Liekelma Annei Holt, het sterkste partij, maar Tjen 4 Westen. Sois Tjen Tolve, Makkum Tjen Gwaiengeer. En daar wint Makkum uiteindelijk maar 4-4 en 6-4. Dan de finale. Ien tien sois Workum tien puur van Makkum. Makkum, Ilse Zwaarstra, weer blesseerd rek in de hele finale. Koe net met mooi keertje. Maar Suske van Larissa Smink, Terza Digong, balkeren met het partuur van Makkum. Te jaren met Lieke van Loon. Ze winnen sterker. En Workum, Nienk, Kuperes Gerde, Lieke van Nijholt, zij winnen uitkeers. De partij eindigt in 4-4 en een skinne sois. Waarom bleek mooi Nienke, Kuperes en Gerde Liekema aan Nijholt. Ze winnen dus de tweede prijs voor Workum. Hoe zie je hem erom op deze dag? Ja, het ging heel goed. Alleen zwakte een beetje in op het einde. Win je hem burg? Ja, net per se, maar het maakt hem weer heel goed. Dus. Ja. Gerde, Verdij, hoe is je stoel op deze dag weer erom? Nou, heel goed. Keert volgens mij de oude partij en de laatste partij ging wat minder. Maar we hebben alles jong wat erin zit en meer konden we net, Jan. Wat heb je genoten dat je Nienke zo goed de hele dag begeleidest? De fleur op het gezicht, beide, maar dan maakt het Nienke echt beter. Nou ja, dat probeer je. Je neemt je mooi als je er maar keert. Want ja, dan werkt het van mijzelf net. Dus dat probeer je wel. Ja. Nou, dat is fantastisch slagen, want ik heb genoten, moet ik zeggen. Nienke, viel dat zelf ik, dat je van Gerda steun krijgt? Ja, viel heel fijn. Dat is net alleenig de stiesjes maar. En Makkum, ja, die wie toch wat teleurgesteld dat Ilse Zwaarstra net mooi kon. Gelukkig de finale koersen wel weer zien. Ja, de vraag is, Ilse, hoe gaat het met die? Ja, nou, het gaat nou wel beter. Ik krijg er wel les van, maar het gaat wel beter, hè. Wat wil je er precies om? Ja, ik weet het. Ik wil het opslaan en ik was toen al een tijdje mooi en een beetje sterk bij mijn middenripspier. Ik heb het wel vaker. Maar op een gegeven moment stekt het zo erg, dus ik denk, ik ga maar even zitten. Maar ik raak een beetje in paniek en ik kreeg een beetje les van hyperventilering en zo, dus ik ging net zo goed mee. Nee. Ja, toen had corona al. Ja, klopt. En nou heb je deze klachten gekregen? Ja, sinds corona heb ik wel vaker les van, maar nog net zo erg als dit. Maar toen de corona hier was, wekken maar dit soort klachten. Dus ja, wel jammer, ja. Best heftig. We zijn hartstikke blij dat je weer zo zit, want ja, de ambulance moest op het veld komen. Ja, daar schrok ik zelf ook van. Ja. Ik denk, dat hoeft dan ik weer net. Maar een van de zekerheid, even een shin. Lieke van Loon dus, Larissa Smink en Terza Smink. Zij winnen die finale van het partij van Makkum. 4-5 Kienes Sois. Bleed wie is het vol? Larissa Smink van Makkum. Makkum wint dus. Larissa, wat schrok je even? Ja, ik weet er helemaal oud. Ik vond dat ik sneu voor Ilse.
En nou ja, daarna, ik heet nog wel lastig mooi, maar Lieke die pakt het hartstikke goed op. En die zei ik, we moeten mute winnen voor Ilse. Dan denk ik, hoe maak hem dit op? Maar wat zei het, hè? Ja, de emotie is natuurlijk dan onwezig. Dan bloei je hem toch nog vrij rustig, mag ik zeggen. Ja, het zit ik wel in mijn hol eigenlijk. Maar toch, dan denk ik zo, ik wil mute pakken voor Ilse. Het is net van, oh nou, als het nou kleren is, dan is het kleren. Nee, we winnen hem nou voor Ilse. Dan komt Suske erin. Ja, geweldig. Echt. Kimmy, ik ga een opmerking. Kimmy, eigenlijk mankerkeerd. Ja, dat is toch mooi. Dat komt nooit voor. Dus nee, dat is echt heel leuk. Ja. Dan begeleid je hem. Fantastisch. Jim Lohorizo. Jim, jouw haar een taakje. Kom op, bal keren. Ja. Keert ze de laatste bal ik nou? Ja, fantastisch. Nou, dat hielden we net voorspellen. Nou, dat is echt mooi. Heel mooi. Hoe trots bist? Ja, heel trots. Dit zie ik net toch van hem aan. Nee. Wat weer de moeilijkste partij voor Jim? Ja, Balst en Dronriep. Nou, eigenlijk Dronriep wel wat moeilijk, hè. Want daar kwam Trino achter. Maar hebben we fantastisch oppakt. Dus, Ja, of jou of vier jaar die hem binnen. Ja, hij is binnen. Ook een beetje feest. Dubbel feest eigenlijk. Maar je jou in de koets. Zeker, precies. We kunnen goed van genieten.